We staan inmiddels hier voor het derde jaar op het Mobile World Congress 2019 in het thema van 5G. En met name de impact van 5G op onze maatschappij. Ja. En dat symboliseert ook het Holland Paviljoen dit jaar. Waarin met name een aantal nieuwe partners, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, uiteraard weer met de gemeente Den Haag een aantal partners hier staan. Wat kunnen deze ministeries voor de innovatie van Nederland betekenen? Ik denk met name waar het hier om gaat is dat wij als Nederland ons realiseren dat digitalisering niet zomaar gebeurt. Dat dat immense investeringen ook vergt. En deze ministeries geven aan dat zij dus de markt nodig hebben om ook te kunnen innoveren. En met name ook zelf daar een rol willen spelen. We zien in de loop van de jaren dat dit paviljoen groeit. Dat er steeds meer partners zich aansluiten, deelnemen. Zowel van de overheidssector als van de private sector. En dat laat zien hoe wij in Nederland werken. Dat we gezamenlijk hier zijn met een gezamenlijke visie en Nederland verkopen als een hub van high-tech, van ondernemerschap en van ambitie. Ambitie om nieuwe grenzen op te zoeken, nieuwe markten op te zoeken. Dus hier moeten we zijn in Barcelona en daar staan we dan ook met z'n allen. En dat is fantastisch om te zien. Henk, wat brengt jou in Barcelona? Nou, ik ben hier vooral om te netwerken allereerst en ook natuurlijk te kijken wat voor nieuwe technologieën er op de markt zijn. Maar ik ben hier ook vooral om te kijken of wij onze ambitie kunnen realiseren, namelijk een smart steden en een smart city. En daarvoor ben ik met de partijen in gesprek om te kijken wat zij kunnen brengen. Hoe belangrijk zijn dit soort beurzen voor jou, Henk, om innovatie tot je te nemen? Nou, ik denk dat deze beurzen belangrijk zijn, want het is een vast moment in je agenda. En dat geldt niet voor mij, maar het geldt natuurlijk ook voor anderen. Dus je ontmoet elkaar hier en je deelt ervaringen en je kijkt of je kan samenwerken, want dat is wel heel belangrijk. Ik hoorde dat ook vandaag een belangrijke annoncering gedaan wordt. Kan je daar iets over vertellen? Klopt, met onze onderneming gaan wij naar Den Haag toe. En waarom ga je naar Den Haag toe, John? Om dichter bij onze klanten te zijn, aangezien wij mobiele en IoT-infrastructuur beveiliging bieden. Voor onder andere de Nederlandse overheid, internationale organisaties en Nederlandse gemeenten. Hoe belangrijk is zo'n stad en het ecosysteem à la Innovation Quarter voor jou geweest, John, om die keuze te maken? Zeer belangrijk. We zijn altijd een helpende hand geweest en zijn dat nog altijd bij ons. Mike, er is net een annoncering geweest. Waar ging die annoncering over? Het gaat over het feit dat wij als bedrijf ons vestigen in Den Haag als een R&D function. Waarin wij onze portals ontwikkelen voor education, voor farming en voor telemedicine. Den Haag is voor ons de rustplaats voor humanitarian companies. En wij zijn een humanitarian organisatie. Wij zorgen dat mensen in de emerging markets get power, connectivity en knowledge. En hoe verloopt jouw eerste dag? Het is meteen al ontzettend druk. Dus zoals altijd, klanten, analisten, partners. Dus ja, top. Je bent dit jaar weer genomineerd. Morgen een hele belangrijke dag. Hoe kijk je daarnaar uit? Ja, enorm. Het is natuurlijk een hele eer als je voor de GSMA Glomo Awards wordt genomineerd. En in ons geval voor beste Mobile Technology Breakthrough. Het is de vierde keer, dus ja, fantastisch. Het is weer een succes wat mij betreft. Dus een volle bak, veel mensen. We hebben mensen uit de Filipijnen gehad, we hebben mensen uit India gehad. Eigenlijk van all over the world, om het maar heel mooi Nederlands te zeggen. En dat op ons eigen Holland Paviljoen, op ons plekje. Dus, hoe belangrijk is zo'n Holland Paviljoen voor jou als bedrijf, Jasper? Nou, voor ons is het eigenlijk de enige manier om echt hier aanwezig te zijn als bedrijf. Anders kan je voor hetzelfde budget een heel klein wit hokje huren tussen een slapende Chinees en een zingende Koreaan. En hier staan we gewoon echt met andere Nederlandse bedrijven en hebben die presence. We zijn er. Lennart, hoe is jouw eerste dag van het Mobile World Congress verlopen in 2019? Ja, lekker druk. Met journalisten van over de hele wereld gepraat. En heel gaaf om onze nieuwe features voor travel en business echt te laten zien hier. Ze zijn eigenlijk afgelopen weekend demo waardig geworden. We hebben er heel hard aan gewerkt en we kunnen ze nu hier laten zien. Dat is heel gaaf. Wanneer is deze week voor jou succesvol, Lennart? Ja, als wij met toch wel iets van 30 media hebben gepraat. En als we uiteindelijk ook kunnen converteren naar mooie publicaties. Dan hebben wij bij een geslaagd MBC. Dit is een geweldig feest. Wij zijn er heel graag als Sectra. Voor ons is het heel belangrijk om hier met een heleboel Nederlanders allemaal te praten over nieuwe innovatie. Wat brengt ons hier samen? 5G, nieuwe ontwikkelingen, telecommunicatie, nieuwe mobiele telefonie. Voor Sectra is het allerbelangrijkste beveiliging van alle spullen die ons tegemoet stromen. En dat doen we graag aan mee.
En wanneer is deze week voor jou succesvol, Jeroen? Als ik hele gezellige mensen allemaal ontmoet heb, een hele pak aan visitekaarten en een hele mooie mogelijkheid om mensen in Nederland nog eens een keer terug op te zoeken en na te denken over hoe geweldig het hier was in Barcelona om samen met ze ja, op deze stand te zijn en rond te lopen op deze leuke beurs. Hoe gaat het met de innovatie van de Nederlandse tech? Ja, Wietold, ik denk wel dat zo'n paviljoen heel veel nut heeft. Hè. Met name voor de snel groeiende MKB-bedrijven, Porting Access, Broadforward, Travis. Die kunnen onmogelijk zo'n groot paviljoen betalen. Dus daarom denk ik dat zo'n paviljoen ontzettend relevant is dat er zijn. Daarentegen staan hier ook een aantal hele snel groeiende Nederlandse bedrijven hier met een eigen paviljoen. NXP, MessageBird, CM.com. Die toch heel groot aanwezigheid hebben. Nou, die associëren zich uiteraard niet direct met Nederland. Maar die zijn wel aanwezig op de Nederlandse borrels. En ook op de Nederlandse events die ook later vanavond plaatsvinden, Wietold.